Hey allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mijn kanaal. Ik ben het weer, Cookie Monster. En, ik ben vergeten wat ik wilde zeggen. Kun je me helpen alsjeblieft, ik ben nerveus vandaag. Natuurlijk help ik je, Cookie Monster. We gaan vandaag een snoepjestest doen met je. Oh ja, klopt, dat is waar. Oh ja, Chupa Chups mensen. Wil je ze halen? Natuurlijk, uiteraard. Jij eventjes aan de kant. En daar hebben ze dan. Chupa Chups Monstrous. En dit zijn... dit zijn monsterogen, Cookie Monster. Dat kan niet. Monsterogen. Dat is super vies. Moet ik die ook proberen? Ja, ook jij. Weet je dat wat het coole is? Ze veranderen van kleur. Tenminste, het oog hier in het midden. Dus het gaat van geel naar rood en dan groen. Kijk maar. Oké, dat is wel gaaf. En waar smaken ze naar? Eens even kijken. Naar bosbes en aardbei en cola. Hier hebben we bijvoorbeeld bosbes. En hier hebben we de cola. Waarom praat je zo? Gewoon zo. En dan aardbei. En die gaan we met je testen vandaag. Het is weer eens wat anders. Kijk eens. Ik heb hier verder nog een hamer. Oh, wow, dat is cool. Gaan we een lolly-experiment doen? Ja, zoiets, ja. We gaan in ieder geval 1 of 2 slaan en daarna eens eventjes kijken hoe het er van binnen uitziet. Dat is wel cool, toch? Ja, het ziet er best wel cool uit. Zullen we dan beginnen? Ik heb honger. En koekjes heb je hier vandaag ook niet. Koekjes heb je ook niet. Nou, dan heb je dus de Chupa Chups hier vandaag. En we hebben deze grote doos met 24 stuks erin. En wij gaan ze vandaag eens proberen. Dan wil ik als eerste. Oké, is goed. Ik geef je bosbes. 1 momentje. Eventjes openmaken. Doe. Duurt een beetje langer. En zo ziet de lolly er dan uit. Kijk, hij is best wel vreemd. Hij is geel en dan een beetje paarsig. Oké. Nou, dit is wel leuk. Hier ermee dan nu. Rustig maar. Oké. Ik wil hem alleen maar even laten zien. Daar komt hij dan. En hoe smaakt hij? Nom, 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 nom. Lekker. Heel lekker. Ik vind het erg lekker. Hartstikke leuk. Mag ik die andere ook proberen? Nu tegelijkertijd? Ja, inderdaad. Oké. Deze valt al bijna uit je mond. 1 momentje hoor. Ik had daar niet op gerekend natuurlijk. Mondje even dicht. Dan ga ik de andere 2 eens eventjes openmaken. Zo, nu kun je ze alle 3 zien. Wil je ze los? Nee, allemaal in 1 keer. Serieus? Ja, serieus. Nou, hier ermee. Oké dan. Nou, eet smakelijk. En hoe is het? Nom, 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 nom. Oh. Ik proef bosbes, cola en aardbei. Ja, dat is een beetje te veel, hè? Wacht, ik haal ze er even uit. Wel lekker. Het smaakt er goed. Fijn dat ze wel lekker zijn. En ja, bij jou verandert de kleur niet helemaal. Ik probeer het toch ook maar eens een keertje. En dan kunnen we eens eventjes kijken of er iets gebeurt. En dan kunnen we ze verpletteren. Ja, is goed. Geen probleem mee. Kijk, Cookie Monster. Deze hier, die is veranderd van kleur. Hij wordt een beetje lichtroze. Nou, bij mij niet. Ik weet niet waarom, sorry. Ik wacht nog eventjes. Het ziet er een beetje vies uit. Maar goed, ik wil het effect heel graag laten zien. En Cookie Monster wil het ook zien. Ja, super vies joh. Hoe kun je dat nou doen? Nou, snel ermee. Ik wil het experimenten zien en de groene kleur zien. Ja, misschien ook nog lollies slaan met de hamer. Oh kijk, nu kunnen jullie het zien. Het oog wordt langzaam groen. Best wel cool, hè? Ja, en super vies eigenlijk, hoor. Kan echt niet. Nou, oké. Misschien gaan we nu maar eens eventjes beginnen met de hamer. Daarvoor gaan we een beetje naar onder met de camera. Zo. Geen probleem voor mij. Ik wil het ook zien. Zo. Dan leggen we ze even neer. Ik denk dat ik begin met die. Zo, eens kijken of het werkt. Oepsie. We doen het eventjes met de spitse kant, want dan gaat het veel sneller. En nu van boven nog even. Oepsie.
Het werkt in ieder geval. En nu kun je de lorry zien van binnen. Het ziet er best wel cool uit, want van binnen is die groen. Daarna is die roze. En dan is die geel. Je ziet dat er nog maar best wel weinig geel over is, dus dat ging best wel snel. Dan gaan we die andere eens bekijken. Zo. En hier heb je eigenlijk hetzelfde effect. Hier is wel ietsje meer roze dan groen, heb ik het idee. Kijk, dat kun je daar zien. Zo. Dan misschien bosbes ook nog maar eventjes, nu we toch bezig zijn. Eventjes deze nog. Zo. Het wordt wel een smeerboel hier. Hier zit wat minder groen in. Dus bij aardbeien is dat het meeste groen, toch Cookie Monster? Ja, dat zie je. Maar het is inderdaad een smeerboel hier. Ja, ik weet het. Ik heb me al verontschuldigd. Maar dit ziet er in ieder geval wel spannend uit. Vandaag hadden we dus de hamer en Cookie Monster, een snoepjestest en hamerstest. We gaan weer eens eventjes naar boven naar Cookie Monster. En wat vond je ervan vandaag? Wat vonden jullie van de Chupa Chups Monstrous? Nou, ik vond ze hartstikke vies eigenlijk. Ik vond het echt vies dat jij een beetje aan die lolly likt en dan kapot slaat. Ja, maar ik wil het effect laten zien. Ja, en toch. Maar ja, verder ziet het er wel heel cool uit. Het zijn echt coole lollies. Ik vind ze hartstikke leuk. En de hamertest ook. Dat is altijd leuk om te kijken wat erin zit. Dus ik vond het super vandaag. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Zien we elkaar de volgende keer. En laat maar in de reacties weten wat jullie verder nog willen zien van snoepjes. Tja, dat vinden we ook altijd leuk om te weten. Ik wil ook nog eventjes wat video's maken, zoals vandaag. Tot de volgende keer!